van harte welkom in het programma Profile hier op 7ditches.tv. In december mocht ik een verkiezing presenteren van het beste product van het jaar. Nou waren daar heel veel categorieën die een prijs kregen, van wasmiddel tot doe-het-zelf en weet ik veel wat allemaal. Maar er was maar één overall winnaar en dat was De Appelaren. En de directeur-eigenaar die zit bij mij in de stoel, Henk Tazelaar. Van harte welkom, helemaal uit Zeeland gekomen. Dank u. Want daar wordt De Appelaren gemaakt. Ja. Laten we maar beginnen wat inschenken. Want we gaan natuurlijk geen water lopen drinken hier. We pakken mijn favoriet. Want we ontmoeten elkaar in december. En toen zei ik meteen, oh, De Appelaren, dat ken ik. Want je hebt De Appelaren, De Perelaren en De Sinaasappelaren. Ja, drie producten. Nou, dan begin ik met het inschenken van De Perelaren, mijn favoriet. En dan mag jij vertellen, het is een familiebedrijf, hè? Ja. Waarvan jij de paderen bent, zo moet ik het zien, hè? Ja, ik ben zeg maar 30 jaar fruitkweker geweest. Ik was 17 jaar oud toen ik startte als zelfstandig ondernemer. 17 jaar oud? 17 jaar oud, moet ja. Moet je niet naar school? Dat heb ik dan een beetje gecombineerd. Vertel. Maar je kunt nogal meemerken dat ik te weinig school heb gehad. Maar heb je er last van? Soms. Ja? Ja, heel, heel soms komt dat voor. Ik heb een vrouw die spreekt 6 talen en ik spreek er anderhalf. Dat is een beetje weinig. Nederlands en de taal van je vrouw van 11. Ja. Maar je was 17. Mag ik vragen hoe oud je nu bent? Ik word de volgende maand 67. Dus dit jaar ben ik 50 jaar zelfstandig ondernemer. Gefeliciteerd. Dank u. Dan mag je dit jaar met pensioen. Is niet de bedoeling. Nee? Nee, nee, nee. Ik heb altijd gezegd, gezond mag blijven, wil ik graag doorgaan tot mijn 70ste. Ja. Inmiddels zitten er dus ook 2 dochters en een schoonzoon in het bedrijf. Dat las ik. Dus ik mag nog wel wat meewerken van de volgende generatie. Ja, ze jagen je nog niet de hut uit, zeg. Nee, 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 nee. Ze sturen me nog wel eens op pad voor wat moeilijkere dingen. Die mag zoals? Doen. Nou, je hebt soms van die onderhandelingen met bedrijven, wat dan toch nogal nauw speelt. Ja. Als de prijs is bepaald moet worden en dergelijke, dan is het wel makkelijk wanneer je een beetje grijs haar hebt. En al een jaar of 18 dat doet. Ja, de klappen van de zweep kent. Ja. En ik voel me dan ook als een vis in het water als ik met deze heren zit onderhandelen. Wanneer ben je op het idee gekomen voor De Appelaren? Dat was zeg maar in het jaar 1993. Toen wilde ik eigenlijk toch na 25 jaar fruitteler geweest te zijn toch wel eens wat anders doen. Hmm. Ik zag me niet de producten blijven produceren. Het was economisch gezien ook niet zo geweldig. Onze kostenfactor in de fruit die lag erg hoog. Hmm. De concurrentie vanuit de zuidelijke landen die werd steeds groter. Ja. En toen dacht ik, nou, om nog aan een bulk productie te doen, daar doe ik niet aan mee, ik wil wat anders. En toen zijn we dus zeg maar aan de keukentafel op het idee gekomen om dus van die appels maar sap te maken. En dat zien te verkopen. En dat was, daar waren natuurlijk ook al verschillende partijen die dat deden. Jawel, tuurlijk. En als je dan iets nieuws start, dan moet je toch proberen om net boven die anderen te zitten qua kwaliteit. En dat is waar je voor gekozen hebt? En daar heb ik voor gekozen. Je bent dan wat duurder, maar die prijskwaliteit, als die goed is, is het niet erg wanneer je ook iets duurder bent. Als die kwaliteit zonder meer maar stabiel blijft en kwalitatief goed blijft. En is dat vanaf het begin meteen een succes geweest? Ja, eigenlijk wel. Ik had me voorgenomen om te zeggen van nou, na 5 jaar, hè, want het was natuurlijk toch pionieren in het begin. Ja. En niemand kende troebele appelsap. Als je deze perensap neemt, ja, dat is dus troebel. Ja. We kenden toen dus de bekende merken van de grotere ondernemers. De appelsientjes en dergelijke. Dat was allemaal heldere sappen, bruin, helder. Toen kwam ik met mijn troebele appelsap. Toen hoorde ik af en toe van die klanken van, nou, die appelsap is niet goed. Ja, ja, ja. Dus ik moest dat toch ombuigen. Ja. Nou, dat duurt dan toch een jaar of wat voordat men dit leert kennen. Nu is het gewoon normaal dat er dus troebele appelsap is voor de consument. Ja. Maar 20 jaar geleden was dat absoluut niet normaal. Hoe groot is het bedrijf nu? Waar hebben we het over? Ja, ik praat zelf niet vaak over aantal. Dat wordt vaak verkeerd uitgelegd. Ja. Dan wordt de rekensom gemaakt van de prijs in de supermarkt, maal de aantal flessen die ik dan dus verkoop. Ja, 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 dat is een slimme lieder. Dan ben ik in één keer heel rijk. Oh, ja, 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 ja. Maar dat is dus niet het geval. Nee. We hebben een gezond bedrijf. Ja? Nou ja, we zijn eigenlijk gestart als een streekproduct. 10 jaar alleen De Appelaren. Ja. En dan, nou, 10e jaar heeft koningin Beatrix, die heeft de eerste fles Perelaar onthuld. Dus het is eigenlijk een koninklijk drankje. Oh, dat was de eerste Perelaar. Ja, dat was de eerste fles Perelaar.
Dus wat dat betreft, dan is daarna, 2 jaar daarna, is dus de sinaasappelaren gekomen. En dan ben je natuurlijk geen streekproduct meer. Nee. Ik teel de appels, ik teel de peren, maar sinaasappels, dat duurt nog even. Want in verband met het klimaat gaat die temperatuur hier wel naar boven. Maar we zijn nog niet aan de sinaasappels. Maar je vond dat die derde erbij hoorde? Gewoon. Ja, het was ook op verzoek van enkele grote klanten die tegen mij zeiden van, nou, wil jij nou eens met zo'n kwaliteit sinaasappelsap in de fles komen? Dus dat die appelaren is. En dan heb ik 2 jaar gezegd van, nou heer, het spijt mij. Ik heb een klein beetje verstand van een appel en een peer. Maar niet van de sinaasappels heb ik geen verstand van, dus doe ik niet. En waarom toch gedaan? Ik kwam vanavond thuis bij mijn vrouw en ik zeg, nou, ik ben de slechtste vertegenwoordiger die zo'n 70.000, 80.000 kilometer door Nederland rijdt per jaar. En ik verkoop nee. En dat is niet goed. Nee. Daar moet ik wat aan doen. Ja. Toen hebben we dus met een huispanel, zeg maar, 18 mensen... Heb ik contact genomen met een laboratorium. Een huispanel noem je dat? Een huispanel, smaaktest gedaan. Ja, ja, oké. Daar hebben we ongeveer een half jaar over gedaan. Voordat we de goede smaak van de sinaasappelaren hadden. Want het is dus sap, dat wordt dus geperst in het land van herkomst. Ja. In 4 verschillende landen. Wordt diep ingevroren, dus er gebeurt verder niks mee. Komen we aan in Vlissingen. En onder leiding van een laboratorium wordt dat dus gemengd in een bepaalde verhouding. Dat is dus nu blijkt dus dat het ook een goede combinatie is van die 4 bij elkaar. Maar hoeveel flesjes doe je per jaar? Of is dat... Nou, we zijn dus begonnen met duizenden, toen werd het 10.000, toen werd het 100.000 en we zitten nu in de miljoenen flessen. Goh. Ja. En het mooie is, want wat dat betreft heb je de tijd mee, heb ik het een beetje. Want de manier waarop ik er kennis mee maakte was dat, en dat zie je natuurlijk steeds meer de laatste tijd. Hè, mensen draaien steeds meer het etiketje om en gaan eens kijken van, hey, wat zit er nou allemaal in? En dat is hier verdomd weinig. Ja, er zit vooral peer zit erin. Nou ja, wat wettelijk verplicht is, dat staat allemaal op het etiket. Ja. Want we zeiden, nieuwe normen waren er sinds, ja. Sinds 2014. Die moesten dus in 2015 op de fles zitten. Dus al wat erop moet staan, staat erop. Nee. Alleen, het is een puur natuurproduct, er zitten geen toevoegingen bij. Dus er hoeft er ook niet zoveel op te staan. Nee, er zit gewoon peer in. Ja. Dat is de reden waarom ik er voor de eerste keer kennis mee maak. Dat je toch alternatieven zoekt voor al die commerciële producten met toevoegingen en vooral heel veel suiker. Ja. En toen kwam ik dit tegen. Is dat in jouw voordeel dat men bewuster omgaat daarmee? Ja, je ziet dus al een jaar of 10 dat de consument, vooral de jonge moeders met de kinderen, zonder meer goed let op natuurlijke producten. Ja. Geen toevoegingen in die producten, of het nou voeding is of het is vloeibaar, het mag niet uit. Ze letten daar goed op. En dit is gewoon puur natuur. Dan wordt er tegen ons ook wel eens gezegd van, nou, zet je daar geen keurmerk op? En dan, mijn antwoord is daarop, ik doe geen keurmerk. Het logo is het keurmerk. Ja. Want door het bos zie je ook de bomen als consument de keurmerken niet meer. Door de bomen zie je het bos niet meer, bedoel je? Juist, ja. Pardon. Ja, nee, ik vind keurmerk zou mij niet... Het keurmerk is toch dit merk? Ja. Dat is voor mij voldoende. Ja. En dat is blijkbaar dus voor de consument ook voldoende. Hoe belangrijk is Henk Tazelaar bij dit product, zeg maar? Ja, hoe belangrijk ben ik? Ik word natuurlijk steeds minder belangrijk. De volgende generatie is daar druk mee bezig. En als je dan ziet hoe de handel verloopt in die 20 jaar, wat dat veranderd is. Wat er dus in het verleden dus directe contacten geweest zijn altijd. Veel van man tot man. Nu gaat het natuurlijk heel veel via de media. Ja. Ik heb een dochter erbij die daar heel sterk in is. En wie, Janine of Karin? Janine is daar heel sterk in, ja. Karin is mee voor het sociale contact, directe contact met de klant. Maar Janine doet heel veel via de media. Is de opvolger er al eigenlijk? De opvolger van? Dat is toch altijd een dingetje, hè, bij familiebedrijven? Nou ja, we kunnen met z'n drieën kunnen het heel goed vinden. We zitten een beetje op één lijn, zeg maar. Maar uiteindelijk moet er één... Jij bent nu de baas? Ja, één of twee. En is het al duidelijk wie de nieuwe baas wordt, mocht jij er ooit uitstappen? We hebben de aandelen verdeeld. Ik heb op dit moment nog de meeste aandeel. Maar ze hebben beide evenveel aandeel. Dus ik denk dat dat zo blijft. Ik denk dat ze met z'n tweeën... Maar... Dus we kunnen goed met elkaar vinden en dat is heel belangrijk. Ja. Heb je concurrentie? Ja, neem ik aan. Ja, gelukkig wel. Ja. Wie zijn de belangrijkste? Nou, de belangrijkste zijn natuurlijk toch wel de grotere merken van de grotere bedrijven. Maar we hebben op dit gebied toch ook leuke collega's, noem ik het meer. Je hebt dus het verlevoerschap,
Je hebt Schulp uit Utrecht. Ook de wat alternatieve of natuurlijkere... Ja, met de natuurlijke... ook die twee bedrijven zijn ontstaan vanuit een fruitbedrijf. Jouw distributie, dus is dat... hoe heb jij distributie geregeld? Distributie, ben ik direct gestart met twee vervoerders. Er zit een vervoersbedrijf in, die vervoerde ook mijn fruit in de tijd. Die woont dus in Geldermalsen. Die zit dus centraal in Nederland. Die doet dus de grote afleveringen, dus zeg maar de supermarkts. Precies, want waar lig je? Bij Albert Heijn? Bij... Albert Heijn, Jumbo, Sligro, de MT van Sligro. Momenteel zijn we bezig met nog met de Plus, met Spar. Okay. We hebben er goede contacten mee, dus ik denk dat wel zal... En hoeveel procent van jouw omzet komt uit die keten? Zeg maar, de retail is ongeveer zo'n 45%. Oh, en de rest? De rest is dus de horeca. Oh, echt waar? Ja, ik heb het dus zo'n jaar of 10 geleden. Toen kwam dus de supermarktoorlog, die prijzenoorlog. En toen zaten we dus toch wel op 65% retail. Toen dacht ik, nou, ik moet daar de roer omgooien. We moeten meer aandacht besteden aan die horeca. Aha. Dus we zijn dus veel gaan vertegenwoordigen in de horeca. Wij leveren nooit rechtstreeks aan een horecazaak. Nee, hotel of restaurant doen dat we niet. Dat is een gedoe. Het zijn dus de grotere bedrijven. De groothandels. Heineken, Inbev. Oh, daar. Daily Excel. En die kopen bij jou in en leveren het wij aan? Wij leveren dus altijd op de DC's van die bedrijven. Aha. De pallets. Wij leveren alleen maar volle pallets. Ja. Dat gaat dus naar de DC's van de horeca groothandel. Als jij jonge ondernemers spreekt, hè? Wat zijn nou, noem eens een paar redenen waarom jij denkt dat jij tenminste, ik zie jou maar even als een redelijk succesvol ondernemer dan. Dat is dan even een aanname, maar dat idee heb ik een beetje. Wat zijn belangrijke factoren voor dat succes? Ja, ik zeg wel eens tegen jonge ondernemers van, als je zelfstandig wil gaan ondernemen, bereid je goed voor. Dat is een eerste. Het product wat je dus gaat doen, of het nou een dienst is of je gaat in een product gaan, maakt niet uit. Bereid je goed voor. Doe goed aan zelf, wat is zelfkennis, zeg maar. Waar ben je zelf goed in en waar ben je niet goed in? Dan moet je beide kunnen onderkennen. Misschien die laatste nog wel belangrijk. Ja, en als je dat een beetje weet van jezelf, nou dan goed luisteren naar mensen die je wat kunnen vertellen. Die dus eventueel in diezelfde business zitten. Vooral naar ouderen. Ouderen hebben toch vaak wat ervaring en routine. Daar kun je toch veel van leren. Mm. En als je dan op stap gaat, zeg ik altijd, geloof in jezelf, geloof in je product. Maar dwing het niet. Wij hebben nooit een product opgedrongen van ons. Dat doen we nog niet. Mm. Ze komen ermee in contact, we laten het proeven. Ze willen, een doosje ze willen het hebben. Maar ze moeten het zelf echt willen en dan krijg je ambassadeurs in het land. Mm. En op dat gebied hebben wij denk ik toch al heel veel goede ambassadeurs die zeggen, nou, ik kwam hier in de studio en de beide dames die daar stonden, oh, Appelaar, dat kennen we. Ja. Nou, dat is natuurlijk gewoon een heerlijk moment voor je. Ja, stoer. Net toen ik jou leerde kennen, ook op dezelfde manier met de peer. Ja, dat was een volledig spontane reactie, want ik ken het echt en ik ben er ook fan van. Hij staat bij ons altijd in de ijskast. Hoe is jouw relatie met die supermarkt? Want aan de ene kant denk ik dan van, is 45% van je omzet, hè? Gaat via die supermarkt. Maar tegelijk denk ik, ja, een Albert Heijn is natuurlijk wel een maxfactor. Pik maar even Albert Heijn eruit, daar kom ik dan regelmatig. En dan zie ik ook heel eigenwijs, ze hebben een soort eigen merk. Ik wil niet zeggen een kopie, maar het is volgens mij ook troebel. En het is een dikke fles en die staat er dan naast. En dan denk ik, ja, huftertjes, dat is gemeen. Hoe zie jij dat? Nee, ik vind dat niet gemeen. Nee. Helemaal niet. Nee? Als je maar zorgt dat je kwaliteit net iets beter is dan die andere. Ja. En dan heb je geen probleem. Kijk, daar wordt dan nog wel eens gesproken over de prijs. Ja. En als ik onderhandel, heb ik altijd een agenda. Die wordt altijd helemaal afgehandeld. En mijn voorlaatste punt is vaak de prijsaanpassing. En een handelaar die gaat dan vaak ervan uit dat de prijs naar beneden zal gaan. Maar dat komt natuurlijk niet zo vaak voor. Dat komt in de supermarkt ook niet voor naar de consument toe. Dus bij de leverancier is dat ook niet zo. Dus als de prijs iets naar boven gaat, moet gaan, dan onderbouw ik dat. Om die en die en die reden gaat onze prijs 2 of 3% naar boven. En dan is dat wel eens even stoei. Ja. Maar dan heb je soms ook wel voordeel van dat grijze haar. En geduld, goed opletten. Dat zijn natuurlijk snelle jongens. Ja. En die leer je dan kennen in die 20 jaar. En ik vind het plezierig om daarmee te werken.
Ik zag op jouw site ook iets van wat dan tegenwoordig heel hip is, maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ja. Daarvan zeggen jullie van ja, dat is gewoon de manier waarop we werken eigenlijk. Ja. Hoe uitzicht dat? Nou, dat is je probeert nog op die details te letten. Maar toen ik nog fruitkweker was, die 30 jaar, dan werkte ik ook al duurzaam. Alleen het woord was in die zin nog niet zo bekend. Nee. Maar als je natuurlijk economisch nadenkt, dan ben je half duurzaam bezig. Ook in je logistiek, om dat traject zo kort mogelijk te houden, ben je duurzaam bezig. En ook met de inkoop van je product. Waarom doen wij het in glas en niet in kunststof? Omdat we zeggen, er is al voldoende plastic. Daar doen we niet aan mee. Een puur natuurproduct is glas. Ten eerste is het ook weer voor de kwaliteit van het product stukken beter. Als dat 2 jaar in die fles zit, meestal zit het natuurlijk geen 2 jaar in die fles, is die fles al lang leeg. Ja, ja, ja. Maar wij zetten dus op de fles dat je 2 jaar kan bewaren. Ja. Dat kan dus in plastic niet. Dus wat dat betreft is het natuurlijk voor de kwaliteit beter, maar het is ook duurzaam. De flessen worden gerecycled, hè? De grote flessen. En de kleine flesjes in de horeca, die worden dus hergebruikt. Dat is een statiegehalte. Hey, heb jij nog wel eens productconfrontaties in de zin dat je echt waar roei je die peren? In een gaard? Boomgaard, ja. Boomgaard. Ben je daar nog veel? Zeg maar echt aan het begin? Nou, ik koop veel fruit op van oud-collega's van me. Ja, ja, ja. En wat wij dus vaak opkopen, dat is dus fruit wat dus verhageld is. Dus als je dus in die maanden, zeg maar mei, juni, juli, komt er nog eens een hagelbui over Nederland. En ik heb dat zelf in mijn leven nog 2 keer meegemaakt. Nou, dat is voor een fruitkweker is dat desastreus. Want dan ziet de peer er niet meer goed uit. Nou, als er maar 3 of 4 van die hagelstenen op 1 peer of 1 appel komen, dan is die niet meer geschikt voor de consumptie. Dan mag die niet meer verhandeld worden. Dus die gaat eruit. Maar die appel of die peer is kwalitatief net zo goed als waar het schilletje niet beschadigd is. Dus dat is een prima product voor ons. Yeah. Dan is het wel zo dat ik vaak toch probeer het fruit wat langer te laten hangen, om dus weer die kwaliteit in die fles te krijgen die beter is dan de gemiddelde. En waarom doen we dat? Het proces in de appel is het zo, wanneer die rijp wordt, krijg je omzetting van zetmeel en suiker. En dan krijg je de vorming van de aroma. En dat gebeurt dus in die laatste 10 dagen. Maar dat is best. Maar hoe bewaak je die kwaliteit? Want het ene appeltje is net even een stukje verder dan het andere appeltje natuurlijk. Ja, maar daarom, wij mengen dus ook minimaal van 4 rassen door elkaar om dus de constante smaak te houden. Ja. Dat is, ja, natuurlijk, je kunt niet appel voor appel gaan proeven. Dat is onmogelijk. Nee. Maar je moet die grove lijn pakken en dan meet je het suikergehalte en die vruchten. En dan zeg je, nou, op dat moment kan het. Komen er nog producten bij of is het compleet, het assortiment? Een druivelaren of een weet ik veel. Ik zou er nog graag één bij hebben. Welke? Een beetje een rode kleur, zeg maar. Zou we staan in de reeks van ja? Die 3. Maar wordt het dan een besselaar of een druivelaren? Nee, want u noemt het dan laren. Laren betekent dus, is het oud-Nederlands woord voor boom. Dus moet dan daarom een boom wordt dat geschreven met AE, omdat het een oud-Nederlands woord is. Dus het moet van de boom afkomen. Ja, maar wat wordt het dan? Dat zou dus eventueel een kers kunnen zijn. De kerselaren. Alleen, we zijn daar al een jaar of 6 mee bezig. En we moeten hem of toevoegen met suiker. Dan komt hij goed. Dus doen we niet. Nee. Dat is een no-go. Dus gewoon dat is no-go. Dat doen we niet. Nee. Dan maar niet. Of we moeten hem mengen met appelaren. En dan is het een heerlijke drank. Maar dan wijken wij van ons principe af. Van menging. Oeh, lastig. Dus dit blijft een moeilijk punt. Tot misschien toch het moment komt, want waarom is die kerselaar niet lekker te drinken? Waarom smaakt die niet goed? Die smaakt naar die pit, naar die noot. Die wordt te scherp. De zachte smaak van de kers valt weg ten opzichte van dat je hem zo eet. Dus dan zou een kers moeten worden geteeld zonder pit? Zonder pit. Dus dat kon misschien nog gewoon. Maar daarbij al aanwezig natuurlijk. Daarbij al aan het onderzoeken. Of dat gebeurt al? Nou, volg het allemaal wel. En wanneer komt die kerselaar op de markt dan? Nog voordat jij eruit gaat? Zeg maar over een jaartje of 3, dan moet hij er wel zijn, toch? Ik hoop het. Ik hoop het. Maar ik durf het niet met zekerheid te zeggen. Laatste vraag. Hoe belangrijk is, maar dan schaak je met alle respect toch zeg maar niet onder de jongere ondernemers meer. Ja. Maar dat mag ik feitelijk zo zeggen. Alles is internet tegenwoordig. Alles gaat online en we hebben e-commerce en dit en dat. Hoe zie jij die wereld? Nou, die gaat door. En dat is alleen maar een verrijking. Ik moet zeggen, wij waren op dat gebied, was ik ook heel snel erbij. De bestellingen van de retailers, van de supermarkts, die gaan allemaal via het web-EDI. En ik was daar 15 jaar geleden ben ik daarmee gestart, met mijn eentje.
Er waren nog heel veel grote bedrijven die werkten nog niet met het web-EDI, maar je zag wel aankomen dat het zou moeten. Ja, EDI-systemen, ja, zo heet het. En nou, dat werd formidabel. Ja. Maar nu, de laatste 5 jaar, zijn bijna alle klanten van ons werken nog via het web-EDI. En zelf online verkopen, of is dat helemaal niet aan de orde? Nee, doen we niet. Nee? Doen we niet. Nee, we worden concurrent van onze eigen klanten, dat doen we niet. We leveren alleen aan retailers. En dat zijn dan ook de laatste, niet aan alle retailers. Nee. We moeten ook een stuk houden waar het niet is. Ja. We willen dat toch een niche product houden. Ja, het moet geen bulkproduct worden. We willen onze omzet dan wel verhogen. Maar dan gaan we naar buitenland. We zitten in Denemarken, we zitten in België. Vorig jaar nog in Rusland geweest. En daar is een palet naartoe gegaan. Alleen ja, toen werd het een beetje moeilijk met meneer Poetin. Ja, of je daar nou zaken doen. Waarschijnlijk te veel bier of vodka gedronken. Denk geen appelaren. Ja, dus dan gaat het niet goed. Geen fout, hè? Regeringsleiders die geen appelaren drinken, dan gaat de wereld... Nee, het is er dan. We zien de gevolgen. Wat voor land staat het? Want je, dat laat zo, maar want nu is het België, Denemarken, zeg je? Nou, ik zou nog naar Spanje willen. Ja? En eventueel naar Scandinavische landen. En eventueel wel Rusland erop pakken, want er is ontzettend veel mogelijk op dat gebied. Je hebt nog druk de komende jaren, Henk. Ja, maar ik ben ook gezond en fris. Dus we gaan door. Ik wens je heel veel succes. Ik hou je in de gaten. En ik blijf vooral de perelaren, maar ook die andere sapjes lekker drinken. Proost. Proost. Dank dat je mijn gast wilde zijn. Dank u. En dank voor het kijken naar weer een aflevering van Profile hier op 7 Ditches TV. Download onze nieuwe app. Kun je overal kijken waar je wil. Dank voor het kijken. Dag.